Maar wat je ziet als er nu wel een melding komt, want dat is het afgelopen jaar ook heel veel gebeurd, is dat iedereen is toch geschrokken naar de Voice. Het klinkt een beetje raar om te zeggen, maar dat zo'n goed lopend programma met zulke helden voor ons. En John de Mol, die dat toch bekend stond als een goed lopende zakenman, zo bleek onderdeel te zijn van een cultuur die fout was, heeft denk ik in heel veel bedrijven tot paniek geleid. Waardoor als er dan een melding komt, en eigenlijk willen we die meldingen graag, want dan kun je er iets aan gaan doen. Dat bedrijven of denken, ik moet het zo snel mogelijk van me weg organiseren. Dus dan zoek ik een externe, zonder eigenlijk goed na te gaan, wat is het probleem. Of dat ze toch proberen nog steeds weg te kijken. Even toch terugkijken.